Een hele goede morgen allemaal. Ik heb vandaag een nieuwe dag met een heleboel leuke bezoeken aan PR-bureaus en een heel leuk event vanavond. Ik heb zo meteen afgesproken met Romy bij Cream PR. En daarna gaan we samen nog naar andere PR-bureaus. En dan sluit Miranda ook nog aan, die ken ik van de Hunkemuller. Dus dat is wel heel erg gezellig. En ik wilde jullie graag nog wel even de outfit laten zien die ik vandaag aan heb. Ik draag een zwarte jumpsuit van Josh V. Met onder wijde pijpen. Daaronder draag ik laarsjes van Sasha Shoes. Ik draag een spijkerjasje op. En ik heb een zonnebril van Ray-Ban. Die heb ik al anders. Heel erg blij mee. Verder draag ik nog een tasje van By Lulu. En ik heb een nieuw telefoonhoesje van Case Testing. Zo, ik ben nu onderweg naar de bushalte. Het is echt heel erg lekker weer vandaag. Super fijn. Ik moet er wel nog een beetje aan wennen hoor, zo op straat vloggen. Maar in Amsterdam heb ik dan zoiets van, ja, ik ken hier toch niemand. Dus dan vind ik het al iets minder erg. Oh, felle zon. Volgens mij ben ik er bijna. Ik moet een beetje opschieten, want ik had om 9:30 met Romy afgesproken. En ik ben een beetje aan de late kant. Het is nu 9:15. En ik zit nog wel even in de bus of tram. Maar het komt helemaal goed. We hebben net een rondleiding gekregen bij Cream PR en ze hebben echt hele mooie merken. Ik zal zo even wat filmen om het aan jullie te laten zien, want ik heb al een heleboel mooie items gespot. We zijn samen met Romy en we staan te wachten op de bus. We gaan zo meteen naar het volgende PR-bureau. Ik ben heel erg benieuwd wat voor spulletjes ze daar allemaal hebben. Ik ben nu bij Mooi PR en we hebben net even een kijkje genomen met een showroom. We zijn nu bij Limoneda. Die hebben echt hele mooie sieraden. Ik zal zo wel even filmen wat ze allemaal hebben. Ik heb ook een heel erg mooi armbandje gekregen, dat is deze. En die is van de nieuwe Moederdag-collectie. Ik vind hem echt heel erg leuk. Ik zal hem ook zeker nog even terug laten zien op deze vlog. En ik ga jullie zo even meenemen en laten zien wat ze allemaal hebben. We zitten nu weer in de auto en het was echt heel erg leuk bij Mooi PR. We zijn onderweg naar Maison en ik zit nog met Romy, die zit hier achter mij en ik ben er ook met Miranda. Hallo! En Miranda ken ik van de Hunkemuller, dus het is wel super gezellig dat we samen naar alle persdagen kunnen gaan. Ik heb wel even mijn zonnebril opgezet en dit is mijn nieuwe zonnebril van Ray-Ban en die heb ik via Hans Anders. Ik ben er echt heel erg blij mee. Ik had wel al een zonnebril van Ray-Ban, maar dat was gewoon zo'n pilotenbril, weet je wel, die je eerst heel veel zag. En nu heb ik dit model. Zo, ik ben nu weer alleen. Ik ben onderweg naar het appartement van Veri. En daar ga ik zo meteen even lekker chillen. Ik heb echt een hele leuke dag gehad voor mijn bezoek aan bureaus. En dit waren ook mijn eerste persdagen. Dus dat vond ik wel heel erg leuk om iedereen al eens te ontmoeten. Want het is toch zo, je hebt dan mailcontact met mensen. En ja, je weet dan toch niet wie het zijn. En ik vind het nou wel fijn dat ik dan ook een gezicht erbij heb. En sowieso leuk om de nieuwe trends even te spotten.
Alle collecties van de fall-winter van 2016 stonden er gepresenteerd. Super leuk om even te kijken. Ik ben hier bij Nelson en vandaag is de opening van de Flexion Store. En alle overgenodigden. Geweldig dat jullie hier met z'n allen gekomen zijn. Ik heb even een blaadje erbij gemaakt. Ik heb het vanmorgen vroeg toch even wat opgeschreven dat ik dat fijn vind. Want uiteindelijk zijn we al zo lang bezig met de worden. Die worden groot, die moeten naar school, die moeten opgevangen worden. En... Veel, wat heb je besteld? Ik heb een pizza mozzarella, caprese met rucola. Ik heb lekker een pizza carpaccio, yummy. We zijn nu net thuis van het event en het was echt een hele leuke avond. Ik heb ook weer een heleboel meiden gezien die ik dan al ken van blog of Instagram, dus dat was echt heel erg leuk. Daarna zijn Veri en ik nog even gaan uit eten. Ik heb echt een super lekker pizza gegeten. En we hebben ook nog hele leuke schoenen geshopt. Ik heb hele leuke schoenen geshopt van Supertrek. Echt hele mooie hakken. Daar ga ik binnenkort nog wel een leuke outfitpost mee maken hoor. Het zijn hele mooie nootkleurige hakken. Mooi met een glans. En ze hebben best wel een hoge hak. Dus ik moet wel nog even wennen om erop te lopen. Maar ja, ik vind ze gewoon echt super gaaf. Ik ga zo heel even mijn make-upje eraf halen. En daarna ga ik even mijn pyjama aandoen. En dan ga ik lekker slapen. Want morgen heb ik weer een hele leuke dag met een event en nog andere meetings. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Vergeet je vooral niet te abonneren op mijn kanaal. En duimpjes omhoog. Tot de volgende keer.